Dan ben ik aangekomen bij het laatste. En dat is... Bijna. Eerst heeft meneer Itzinga nog een interruptie voor u. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik begrijp dat de staatssecretaris niet wil ingaan op de innovatiebox. Dat we dat debat later voeren, dat klopt. Alleen ik had nou juist een procesvraag gesteld. Tenminste, dat vond ik zelf. Want ik had gevraagd of er bij die evaluatie, dus bij de evaluatie zelf, ook wordt gekeken naar meer toegang voor het MKB tot die regeling. Nou, voorzitter, hij wordt natuurlijk geëvalueerd. Ik geloof uit mijn hoofd periode 2011, 2019 of 2020. Op wie maken er nou gebruik van? Nou, als mocht blijken dat de MKB-bedrijven daar weinig of geen gebruik van maken, dan komt in de kabinetsappreciatie, komen wij op uw vraag terug. Maar ik ga niet vooruitlopen op die evaluatie, want daar zullen ongetwijfeld ook MKB, grotere MKB-bedrijven, gebruik van maken. Het zijn niet alleen beursgenoteerde. Maar laten we die discussie dan voeren aan de hand van de feiten. Gaat u verder. Ja, voorzitter, dan ben ik aangekomen bij de trustsector. Dat is natuurlijk formeel op het terrein van de minister. Want die houdt toezicht op de financiële sector en dus ook op de trustsector. De Stichting Economisch Onderzoek heeft geconcludeerd dat een verbod waarom gevraagd is niet doelmatig en efficiënt is om integriteitsrisico's te beheersen. Trustkantoren verrichten ook dienstverlening voor internationale bedrijven met operationele structuren. Dit zijn bedrijven die wel bedrijfsactiviteiten in Nederland ontplooien. Daarbij geldt in algemene zin dat er meer financiële dienstverlening zijn die in het opzetten van structuren een faciliterende rol spelen. En daarnaast komt dat onder meer tot de uitdrukking dat dat soort trustkantoren of anderen ook verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde compliance van dat soort bedrijven. Nou, trustbedrijven vervullen bovendien een poortwachtersfunctie die essentieel is ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme. Een verbod kan daarom zelfs een negatief effect hebben. Een verbod kan leiden tot een toename van de witwasrisico's doordat het financiële stelsel gedwongen afscheid neemt van gereguleerde trustkantoren die dienen als poortwachter. Ik geloof dat het een paar maanden geleden was, toen las ik een artikel in de Groene Amsterdammer, dat als gevolg van de aanscherping op het toezicht op de trustsector, wat een, volgens mij een reinigende werking had, dat je toch zag dat er ergens op shady adressen ergens in Nederland een directeur zat. En dat je dus dat effect zag wat nu het gevaar is als je het helemaal zou verbieden. Ik vond dat in ieder geval opvallend en ook wel uiteraard verontrustend. Maar het goede was weer wel dat niet alleen de journalisten daarover schreven, maar ook zeg maar degene die in dit land met opsporing dat tot hun taakgebied rust. Trustverlening wordt deels ingezet door doorstroomvennootschappen. Het kabinet ziet gelet op het voorgaande geen aanleiding voor het overgaan tot de uitwerking van een algeheel verbod, maar blijft tegelijk de sector tezamen met de toezichthouder goed monitoren, maar ook niet alleen monitoren, maar ook goed in gesprek. Hè, dat deel van de sector wat de goede dingen doet in samenspraak met de Nederlandse Bank om die scherp te houden. Voorzitter, dat is het antwoord van mijn kant voor wat betreft de trustsector. En ik dacht dat het het laatste was, maar het is het toch weer niet helemaal. De baby-BV's kom ik op terug. Ja, maar dan gaan we eerst even meneer Bussoff vraag laten stellen. Ja. Die was en zeker over de trustsector gaat. Meneer Bussoff. Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Die trustsector die functioneert nu toch eigenlijk een beetje als een slager die zijn eigen vlees keurt. En ik ben wel benieuwd wat de staatssecretaris van dat concept vindt als het gaat om een poortwachtersfunctie vervullen en toezicht houden. En of het dan wenselijk is dat je zo'n constructie hebt waarbij een slager zijn eigen vlees keurt. Nou, volgens mij, voorzitter, is de slager de Nederlandse Bank. En de Nederlandse Bank heeft de trustsector natuurlijk nodig voor de informatie. Daar is aangescherpte regelgeving gekomen.
Dus ik vind de vergelijking niet helemaal opgaan. En in die zin is het inderdaad vergelijkbaar met de bancaire sector. En overigens ook andere sectoren. Er is toezicht op de trustsector. Dat is niet overal in Nederland altijd geregeld in alle activiteiten die er in de financiële sector zijn. Meneer Bussoff in tweede instantie. Ja, voorzitter, dan even, want er wordt heel makkelijk, vind ik, de vergelijking getrokken met andere sectoren. Maar andere sectoren voegen wel degelijk echt concreet dingen toe aan de Nederlandse samenleving. En anders dan die poortwachtersfunctie vervullen, hoor ik nog weinig reactie van het kabinet wat die trustsector nou echt wezenlijk toevoegt aan onze samenleving en aan onze economie. Dus als we zeggen van nou, we vinden die poortwachtersfunctie belangrijk, is het dan niet verstandiger om te kijken of we die op een betere manier kunnen inrichten dan een sector in stand houden die weinig toevoegt? Ja, voorzitter, wat ik heb proberen te bepleiten is, je kan iets verbieden en dan kun je denken dat de wereld beter wordt. Daar zijn tal van voorbeelden van dat niet zo is en wij denken dat dat ook niet zo is in dit geval. Even los van het feit dat je het probleem naar een ander land verplaatst, denken wij dat het veel beter is om de rotte appelen uit de mand te halen. Nou, daar is al meer dan een begin mee gemaakt na de parlementaire ondervraging in 2017. Overigens met het risico dat als de rotte appelen niet meer bij de trustkantoren zitten, die wel degelijk zich houden aan de regels en het toezicht ook serieus nemen, dat die activiteiten dan ook nog steeds zelfs in Nederland kunnen plaats hebben. Zie mijn verwijzing naar het artikel in de Groene Amsterdammer. Het kabinet zit hier natuurlijk bovenop. En ik heb natuurlijk ook aangegeven, kijk, als de aanname is dat alles wat er in de trustsector gebeurt fout is, ja, dan is dat een aanname die voor u is. Dat zegt het kabinet niet. Omdat in die trustsector ook activiteiten gebeuren, ik heb het al aangegeven, die te maken hebben bijvoorbeeld met de wereldwijde compliance van internationale opererende bedrijven. Compliance wil zeggen dat je wereldwijd je aan de aangifteverplichtingen houdt, fiscaal, maar ook niet fiscaal. Dan vinden wij daar op zichzelf niks mis mee. Daarnaast heb je trustbedrijven die inderdaad ook ervoor zorgen dat er nog andere activiteiten zijn. En wat je vaak ziet, is dat is een keuze van een bedrijf. Kiezen ze voor een trustbedrijf of zetten ze hun eigen hoofdkantoor op. Laten we het Spaanse bedrijf even als voorbeeld nemen. Uit de krant heb ik begrepen dat die met 50 mensen hier naar Nederland komen. Ik weet het niet, maar ja, hebben ze de keuze. Doen ze dat zelf? Nemen ze allemaal een dienst? Ik vermoed haast van wel. Of ga je daar een trustbedrijf voor gebruiken? En soms zie je dat ze eerst met een trustbedrijf beginnen en dan gaan uitbreiden. Dus ik zie dat toch iets genuanceerder, maar ik sluit niet mijn ogen voor de praktijken waar ook de initiatiefnemers zich, de heer Van der Lee en de heer Nijboer, die dat daarnet ook nadrukkelijk heeft gezet, beide ook in de commissie hebben gezeten. Het laatste wat we moeten hebben is fout geld van foute mensen naar Nederland halen en dat ook nog faciliteren. Dan zijn we toegekomen aan de baby-BV's, denk ik. Oh, toch niet? Wie stak zijn vinger op? Ah, meneer Das. Meneer Das heeft nog een vraag aan. Ja, hier nog op voortbedurend. Want ik had nog de vraag hierover gesteld. Hoe de staatssecretaris kijkt naar nog de maatregelen die door de SEO ook zijn genoemd. De minder ingrijpende maatregelen en meer ingrijpende maatregelen. En ik was benieuwd of die nu meegenomen worden in de maatregelen die het kabinet neemt. Of nog niet. En de aanvullende vraag die ik daarbij heb is, zij doen bijvoorbeeld ook een voorstel om het jaarlijks toezichtbeeld te verbeteren. Daar ontbreekt het nu aan om structureel inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de sector. Om dat dus ook veel beter te kunnen monitoren. Ik begrijp dat daar op dit moment nog weinig van is. En ik vroeg me af of het kabinet ook die aanbeveling overneemt of nog niet. Ja, voorzitter. Dank voor deze herinnering. Want ik had deze vraag nog niet beantwoord. Omdat dit niet op mijn terrein ligt en het vrij specifiek is, stel ik voor dat we daar toch schriftelijk op ingaan. Van wat hebben jullie gedaan, kabinet, ministerie van Financiën, met de aanbeveling uit het CEO-rapport. En als het al ergens in een brief heeft gestaan, krijgt u een heel kort briefje en wordt daarnaar verwezen. Maar
uit het feit dat u de vraag stelt, vermoed ik dat dat nog niet beantwoord is. Ja, voorzitter, ik heb het namelijk proberen op te zoeken en het werd mij niet helemaal duidelijk of het nou wel of niet goed in een brief stond. De brief die ik erover heb gezien, daar werd het mij in ieder geval niet duidelijk om. Dus als met deze toezegging ben ik erg tevreden en dan kom ik daar op een later moment dan op terug. Duidelijk. Dan toch de baby-BV's. Ja, de baby-BV's die hebben wij absoluut ook op het netvlies. Hebben we ook al toegezegd. We komen met, als we met onze definitieve plannen met betrekking tot de boor, komen we daar, komen we daarop terug. En voorzitter, tweede, de heer Alkaya, ik heb deels wel beantwoord over verdere stappen ten aanzien van de aanpak van belastingontwijking. Maar ik wilde daar één ander punt nog aan toevoegen. Wij maken ons ook sterk in Brussel voor het feit, ik heb het zelf nog gedaan toen ik de eurocommissaris sprak, en ook de directeur-generaal van de Europese Commissie. Ik heb gewezen op de invoering van de bronbelasting op royalties en rente en dividend. En toen heb ik gezegd, dit is veel effectiever als we dat in EU-verband doen. En die strijd blijven we ook voeren. Ik had een iets langer antwoord op de baby-BV's verwacht. Oh. maar dat is niet inhoudelijk. Meneer Alkaya heeft nog een interruptie, zag ik. Ja, voorzitter, alles overwegend en alle stappen die het kabinet al heeft gezet, omdat dat in acht nemend, is de staatssecretaris van mening dat Nederland nu van dat imago af is van belastingparadijs op internationaal gebied. Wordt hier nou nooit meer op aangesproken? Ja, voorzitter, dat is natuurlijk altijd riskant, nooit meer. Maar ik constateer dat zowel de Europese Commissie die kwalificatie dus niet meer gebruikt heeft in de laatste rapportage van juni. Dus die zeggen, ja, nee, Nederland doet de goede dingen. Ik mocht op uitnodiging van Paul Tang ook vertellen wat het Nederlandse beleid is geweest. Hè, dus vanaf de kabinet Rutte 2 en waar we mee bezig zijn. Er was een hele goede discussie in het Europese parlement. Ik heb dat bepaald niet als een vijandige omgeving ervaren. En dat was overigens niet alleen Nederland werd er uitgenodigd, maar ook de andere landen. Ja, en in de derde plaats, ik refereerde aan het gesprek wat ik met de minister van Financiën van Spanje daarover had. En die zei echt heel expliciet uit haarzelf, nee, Nederland is geen belastingparadijs. Ja, kijk, ik nogmaals, wat ik belangrijker vind is, en daar is volgens mij de consensus over, Nederland moet niet een land zijn die het faciliteert, makkelijk maakt of niet tegengaat dat er ongewenste belastingontwijking via Nederland gaat. Nou, en daar hebben we het over in deze discussie. En dan kan je in de mate, ja, nou ja, dan ga ik mezelf een beetje herhalen. Daar kan je natuurlijk met elkaar verschillen. En daarom nemen wij deze nota ook zo serieus. We gaan niet zeggen van, nou ja, sorry, maar nou, we zijn eigenlijk wel klaar en we gaan over tot de orde van de dag en we gaan anderen. Dat is gewoon het gevolg van de maatschappelijke discussie die we daarover hebben, die ook, denk ik, ja, geobjectiveerd gevoerd wordt aan de hand van feiten. En natuurlijk, je kan de accenten, je kan andere meningen daarover hebben. Dus ik denk dat dat veel belangrijker is dan de kwalificatie, de belastingparadijs of doorstroomparadijs. Ik behoor tot de categorie grinwis en stoffer. Dus bij mij is het paradijs heel iets anders. Meneer Bussoff heeft ook nog een vraag. Ja, voorzitter, dan sloeg ik toch even aan op dat laatste punt wat de staatssecretaris maakt, om daar toch nog even wat helderheid over te krijgen. Over eigenlijk die ambitie die we hier in dit debat eigenlijk hebben. En die de staatssecretaris ook heeft. Want daar was toch, ook in de reactie op de initiatiefnota, werd dat niet helemaal duidelijk. Er werd veel gewezen naar van, we moeten dingen internationaal in Europees verband oppakken. Dat hoorde ik de staatssecretaris ook een aantal keer zeggen. Maar begrijp ik nu vooral uit de laatste woorden van de staatssecretaris ook, dat die staatssecretaris eigenlijk aangeeft, ja, we moeten het internationaal doen, maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van de verplichting om ook unilateraal hier in Nederland ook gewoon aanvullende maatregelen te blijven nemen. En daar wil ik mij ook gewoon voor inzetten. Ja, voorzitter, ik heb het er net proberen aan te geven, maar daar ben ik dan niet helemaal in geslaagd. Onze inzet, omdat het gewoon vele malen effectiever is, is om in de EU de dingen te regelen zoals pillar 2, pillar 1, als uitvloeisel van de OESO, de UNCHEL, de Zwarte Lijst,
Als dat niet lukt, hè, zoals het vorige kabinet besloten heeft, die bronbelasting, overigens gaan we daar ook ons best voor doen om dat in de EU te doen, dan heb ik gezegd, dan sluit ik niet op voorhand uit, als dat niet lukt, dat je unilateraal iets moet doen. Omdat dat sluit ik op voorhand niet uit, maar wel in die volgorde. En ik ben, nou, wat dat betreft, niet een onverbeterlijke optimist. Ik hoop realistisch optimistisch te blijven. Maar we hebben deze discussie over pillar 2 gevoerd. En dat was een goede discussie. Ik verwees er al naar. Met name de heer Arcaya, die kwam daar consequent steeds op terug. Nou, uiteindelijk is het gelukt daar. Dat is overigens geen garantie dat het steeds lukt. Maar dat is wel de inzet. En we hebben wat dat betreft echt aan gezag gewonnen als Nederland in Brussel. En dat helpt bij deze discussie, omdat we ook gewoon veel kennis hebben. Dus we kunnen zeggen, ja, dit werkt wel en dat werkt niet. Dank u wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. En dan gaan wij soepel over naar de tweede termijn, wat bij een notaoverleg ook tot het indienen van moties kan leiden. Maar ik kijk even één voor één wie daar het woord wil voeren. Overigens, had u in de instructies in Parlus kunnen zien dat u een totale spreektijd had voor de eerste en de tweede termijn. Sommige mensen hebben die gewoon helemaal opgemaakt in de eerste termijn. Maar goed, daar ga ik niet moeilijk over doen. Maar voor de volgende keer even opletten en doseren. Meneer De Jong ziet af van zijn tweede termijn. Meneer Mulder ook. Meneer Itzinga ook. Meneer Efraim ook. Meneer Bussoff. Ja, meneer Bussoff gaat zijn tweede termijn gebruiken. Het woord is aan de heer Bussoff. Ja, er is toch altijd iemand die dan het rijtje verbreekt, hè, voorzitter. Maar goed, dat scheelt dan dat heel veel de tweede termijn overslaan. Dan heb ik nog even tijd. Maar ik zal het beperkt houden, voorzitter. Eigenlijk heb ik nog één vraag eigenlijk aan de staatssecretaris. Dat gaat over, daar heb ik ook zo meteen eigenlijk een motie op. De staatssecretaris verwijst eigenlijk naar het aanpakken van die investeringsbeschermingsovereenkomsten, dat daar vooral brievenbusfirma's onder moeten vallen, ook volgens het UNCEL-voorstel van de EU. Maar we zien ook dat er bedrijven zijn die niet kwalificeren als een brievenbusfirma, maar daar toch gebruik van maken. En eigenlijk zou je die daar ook onder willen laten vallen. Dus eigenlijk is daar ook de eerste motie op gericht. En dat is de volgende. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat in bilaterale en multilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten clausules worden ingebouwd om te voorkomen dat brievenbusfirma's hiervan profiteren. Constateren dat ook de verplichting tot spontane informatieuitwisseling tussen belastingdiensten wordt uitgebreid bij de aanpak van brievenbusfirma's. Overwegende dat uit verschillende casussen blijkt dat belastingontwijking via grensoverschrijdende structuren niet enkel via brievenbusfirma's plaatsvindt, maar ook via reële operationele structuren, verzoekt het kabinet zich ervoor in te zetten dat via spontane informatieuitwisseling tussen belastingdiensten en clausules in investeringsbeschermingsovereenkomsten ook ontwijkingsconstructies zonder brievenbusfirma's aangepakt worden. En gaat over tot de orde van de dag. Dat is de eerste motie. En de tweede motie, en dat was toch nog een beetje een onbevredigend antwoord, en daarom dien ik hem toch wel in. Dat gaat toch wel over die zwarte lijsten en het aanscherpen daarvan. En dat daar toch meer landen eigenlijk op terecht zouden moeten komen. En die tweede motie luidt dan als volgt, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de EU zwarte lijsten van belastingparadijzen een belangrijke basis vormt voor nationaal en Europees beleid gericht op het tegengaan van belastingontwijking. Overwegende dat op dit moment slechts zo'n 20 landen op de zwarte lijst van belastingparadijzen staat. En dat de notoire belastingparadijzen als Bermuda en de Cayman-eilanden op deze lijst ontbreken. Overwegen dat bovendien onvoldoende transparant is hoe jurisdicties op de zwarte lijst en grijze lijst belanden en daar weer vanaf verdwijnen, verzoekt het kabinet zich ervoor in te zetten dat de criteria van de zwarte lijst aangescherpt en geobjectiveerd worden, ten einde meer laagbelastende geldstromen aan te pakken, en gaat over tot de orde van de dag. En voorzitter, ik had nog een derde motie eigenlijk in overweging, maar ik denk dat de staatssecretaris best een redelijk antwoord wel gaf in mijn laatste vraag, namelijk dat hij zei, ik wil in eerste instantie alles doen op internationaal vlak om belastingontwijking aan te pakken, maar mocht dat niet lukken onverhoopt, ben ik ook bereid om dat unilateraal te doen. Dus de motie die ik daarop had, die hoeft volgens mij niet ingediend te worden, want ik denk dat de staatssecretaris voldoende aangaf om zich daar ook hard voor te maken. Dus dat is goed om te horen. Ik denk afsluitend dat we elkaar op een aantal punten vinden, maar dat deze initiatiefnota en de moties er eigenlijk op toezien dat we nog iets verder gaan dan soms het kabinet en de coalitie als het gaat om belastingaanwijking. Dank u wel. Dank u wel.
En met de coulance van alle collega's heeft u een vorstende tijd gebruikt. Als u de microfoon uitzet, meneer Bussoff, vraag ik aan meneer Alkaya of hij behoefte heeft aan een tweede termijn. Dat heeft hij, meneer Alkaya. Ja, voorzitter. Dank zowel aan de initiatiefnemers als aan de staatssecretaris voor de beantwoording van onze vraag. Ik had er zelf niet veel, om eerlijk te zijn. Eigenlijk was de kernboodschap, er moet meer gebeuren. Dat heeft de staatssecretaris ook aangegeven, ook nationaal, dat hij geen schroom zal tonen om ook nationaal, unilateraal, als het nodig is, stappen te blijven nemen. Ik heb in ieder geval een suggestie voor een motie. Doordrenkt van toch echt nuance aan alle kanten. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering alle geheime afspraken tussen de Belastingdienst en multinationals openbaar te maken en gaat over tot de orde van de dag. Dat zou toch echt een stap zijn, denk ik, dat eraan zal bijdragen om dat imago van Nederland internationaal toch enigszins bij te sturen. En ik hoop daarom ook dat het oordeel aan de Kamer wordt gelaten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Alkaya. Meneer Dassen. Ja, dank, voorzitter. Dank aan de initiatiefnemers en aan de staatssecretaris voor de beantwoording. Ik heb één motie, omdat het natuurlijk veel gaat over internationale wet en regelgeving. Daarom de Kamer gehoort de beraadslaging overwegend dat Europese en internationale maatregelen een significante rol spelen in het bepalen of in het beperken van belastingontwijking en ontduiking, verzoekt de regering aan de monitor effectenaanpak belastingontwijking toe te voegen de ontwikkeling in de Europese en internationale wet en regelgeving, waarbij ze ook mogelijke belemmeringen, knelpunten en krachtenveld en andere relevante overwegingen meeneemt. Ik ga het over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb niet heel veel aanvullende vragen gehoord, maar er zijn wel een aantal moties ingediend. Dus we wachten even dat iedereen kopietjes daarvan heeft en dan gaan we dan verder. Dus even een korte schorsing van een paar minuten, vermoed ik.
Welkom terug allemaal. Iedereen heeft een set kopieën van de ingediende moties bij zich. Ik kijk even naar de initiatiefnemers of die willen reageren op de tweede termijn. En natuurlijk is dat het geval. Ik geef het woord aan de heer Van der Lee. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat willen we. En de heer Nijboer zal ook nog, ook nog even op de trustsector ingaan. Maar allereerst natuurlijk weer veel dank. Ook weer aan de staatssecretaris voor zijn uitgebreide beantwoording richting die collega's. Maar ook de waarderende woorden die hij op onderdelen uitsprak over onze notitie. Maar op onderdelen niet. Maar goed, het is politiek en die meningsverschillen zijn ook gezond in een democratie. Dank van de, voor de leden. Ook degene die geen inbreng hebben gedaan in tweede termijn. Maar ik wou over de moties zeggen dat ze in onze ogen alle vier heel zinvol zijn. Ze staan in onze nota of ze zijn een waardevolle aanvulling daarop. Dus ik hoop dat met ons pre-advies de staatssecretaris dol enthousiast daaraan mee zal doen en daar ook een positief oordeel over gaat geven. Dan wil ik nog een tweede opmerking maken. En dat heb ik niet zo scherp, maar ik vind het heel goed om te horen dat het kabinet zich ook in Europa wil inzetten op een bronbelasting, Europees, met minimumtarieven, denk ik, zowel op rente, royalties als dividend, denk ik. Maar voor mij was dat in ieder geval een winstpunt in dit debat. Dus dat wil ik graag gemarkeerd hebben. En op een ander punt neem ik ook nog even de ruimte om een opmerking te maken. En dat heeft te maken met het UBO-register. Er is een uitspraak gedaan door het Europees Hof, waardoor de toegang beperkt is. Er is wel een opening geboden voor partijen met een legitiem belang. Maar wat mij daar zorgen baart, is dat onduidelijk is of journalisten behoren tot de categorie die toegang zou krijgen vanuit een legitiem belang. Maar ook bij NGO's zie je dat er staat dat dat alleen voor NGO's zou kunnen gaan gelden die zich richten tegen witwassen en terrorismefinanciering. Maar daarmee wordt de groep NGO's die zich jaren hebben ingezet voor de strijd tegen belastingontwijking ogenschijnlijk uitgesloten. En dat vind ik weer zorgelijk, gelet op de historie die ik in mijn eerste termijn beschreef. Omdat mede dankzij dat type NGO's we echt stappen hebben weten te zeggen, ook mondiaal, op de strijd tegen belastingontwijking en de race to the bottom. Dus ik hoop, daar gaat de staatssecretaris, die gaat daar ook nog naar kijken. Of we al dan niet via quick wins of via wetgeving weer zorgen dat de toegang tot UBO conform het Europees Hof geregeld gaat worden. Maar ik hoop dat we er gezamenlijk als Kamer met het kabinet ook voor zullen zorgen dat dat type NGO's en onderzoeksjournalisten ook toegang krijgen tot dat UBO-register vanwege hun belangwekkende werk. Daar wou ik het bij laten. En dan kan wat mij betreft de heer Nijboer het sokje overnemen. Ik kijk even naar meneer Nijboer. Ja, kort voorzitter. Naar aanleiding van de antwoorden van de staatssecretaris over de trustsector en ook dat er door de aanscherpingen die zijn gedaan, dat het zwarte circuit toeneemt en dat men om de wet heen gaat werken. Ik zou toch vanuit ons als initiatiefnemers willen onderstrepen dat we ons, ik zeg niet dat het kabinet dat doet, maar dat we ons toch nooit daardoor de wetgeving moeten laten voorschrijven. Dat als de wetgeving inhoudelijk wordt aangescherpt omdat er misstanden zijn in de sector, dat er dan mensen zich niet aan de wet gaan houden en dan wel zeggen, nou, we moeten de wet misschien wel slapper maken of we moeten niet een stap verder zetten. Volgens mij onderlijnt dat eigenlijk wat voor geboefte er eigenlijk actief is. En is het enige antwoord dan harder handhaven, meer op toezien en kijken of de wet niet nog verder aangescherpt moet worden, zou ik zeggen. Dus ik zou de Kamer echt op het hart willen drukken om niet te overwegen al te voorzichtig te zijn met aanscherping, omdat anders het zwarte circuit toeneemt. Want ja, dan beginnen we echt aan de verkeerde kant van de redenering, voorzitter. En verder dank ik nogmaals de collega's en de staatssecretaris voor het waardevolle debat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijboer. Dan is het woord aan de staatssecretaris. Voorzitter, wat betreft de moties, motie 1, die verzoekt dus het kabinet er zich voor in te zetten dat via spontane informatieuitwisseling tussen Belastingdienst en clausules in investeringsbeschermingsovereenkomsten ook ontwijkingsconstructies zonder brievenbusfirma's aangepakt worden. Dat doet denken aan een aanbeveling van Ter Haar. Het is wel zo dat in de ontwerprichtlijn van UNCHEL, die wil nog verder gaan dan dat. Die is wat betreft het Zweedse voorzitterschap naar verwachting
staat die op de agenda van de ECOFIN. Dat is nog niet 100% zeker van mei, maar dat heb ik ook al geschreven in de brief van 31 maart. Dus ik zou in overweging willen geven om die motie dan nog even aan te houden, omdat de UNCEL verder gaat dan de aanbeveling van Ter Haar in deze en dus ook wat de motie in dictum zegt. Ik kijk even naar de indiener van de motie, meneer Bussel. Ja, die kunnen we dan denk ik wel eventjes achter de hand houden en dan even de uitkomst daarvan afwachten. En mocht het nodig zijn, dan kunnen we ons nog een keertje indienen natuurlijk. Ja. Motie 1 is daarbij aangehouden. Ja, motie 2, voorzitter, dat is wat ons betreft oordeel Kamer. Want dat is gewoon ook in de geest van, zoals ik heb aangegeven, hoe we als Nederland de druk opvoeren. Ook op dat hele onderwerp zwarte lijst, criteria en transparantie. De derde motie, voorzitter, dat is... Dank. Ja, dat is de motie van de heer Alkaya. Ja, die ontraden wij omdat het eenvoudigweg ook in strijd is met artikel 67. Dus hij blinkt uit door beknoptheid, maar hij krijgt het oordeel ontraden. De volgende motie, voorzitter, dat is de motie van de heer Dassen. Die willen wij oordeel Kamer geven. Helder. En dan denk ik dat we aan het eind zijn gekomen van dit notaoverleg. Ik heb nog twee toezeggingen genoteerd. Waarbij er eentje eigenlijk een soort van herhaling is van een toezegging die we volgens mij... of wat niet echt een toezegging is, maar ik noem het maar even. Dan check ik even of iedereen diezelfde verwachting heeft. En dat gaat over het wetsvoorstel ten aanzien van pijler 2. Dat komt voor het zomerreces naar de Kamer. En de staatssecretaris knikt, dus daar kunnen we allemaal reikhalzend naar uitzien. En de andere is een toezegging aan de heer Volt, de heer Dassen van Volt. Dat de staatssecretaris de aanbevelingen van het CEO-rapport zal duiden, zeg maar, vanuit de kabinetsvisie over de toekomst van de trustsector. En wat voor termijn heeft u daarbij in het hoofd, staatssecretaris? Ik wou niet zeggen voor het meireces, want dat is wel heel... precies, heb ik vorige week gedaan. Nee, dat moet ik ook even afhankelijk van de minister. Maar ja, ik, voor de zomer, ja, echt. We proberen daar gewoon wat snelheid in te betrachten. Maar voor het zomerreces. Dank daarvoor. Ik zag dat meneer De Jong nog een toezegging heeft gemist. Nee, voorzitter, niet helemaal. Maar misschien mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om nog even dank uit te spreken aan de collega's, maar ook aan de staatssecretaris. Daar ik deze commissie na het meireces zal verlaten vanwege een portefeuillewissel. En ik wil de collega's bedanken voor deze mooie tijd en de zaken die we hebben kunnen regelen. En het is jammer om uit deze commissie te gaan, voorzitter. Helaas word ik niet opgevolgd door een vrouw, ondanks uw aanmoediging. Maar zal collega Hammelburg na het meireces het fiscale woordvoerderschap van mij overnemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Jong. We zullen u missen. Maar meneer Hammelburg zal vast een waardige opvolger van u zijn in onze commissie. Ik dank ook de Kamerleden voor het debat tijdens dit notaoverleg. Maar natuurlijk met name de initiatiefnemers van deze initiatiefnota en de staatssecretaris die daar alle drie, zeg maar, fors en inhoudelijk, zeg maar, dit punt op de agenda hebben gezet en behandeld, waardoor we daar als Kamer weer een oordeel over konden vellen. En dat oordeel gaat zich uit in de moties die op 9 mei in stemming worden gebracht. En ik moet nog een officiële vraag, want ik ga er maar zo van uit. Vindt de commissie dat de nota in voldoende mate is behandeld? Want dan is die ook in voldoende mate behandeld. Zo niet? Dan moeten we daar een alternatief voor vinden. Maar ik zie dat iedereen met tevredenheid terugkijkt op deze behandeling. En daarmee hebben we deze dan ook voldoende behandeld. En stemmen we over de ingediende moties op 9 mei. Dank u wel.